Hi Stier, leuk dat je kijkt in de korte weekhoroscoop van Amandala. En deze week is het voor week nummer 46. Dat is van maandag 9 november tot en met zondag 11 november. Van de kaarten schud om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het Stier alsof deze week een bepaalde overwinning voor jou mee gaat brengen. Een soort van levensverliefdheid, het echte verliefd zijn. En het is ook hartstikke wederzijds. Ik heb echt het gevoel dat je een bepaalde basis gaat leggen voor de langere termijn. Waar je gewoon echt heel erg gelukkig van gaat worden. Er zit heel veel beweging in. Je blijft lekker in de actie. En je neemt ook tijd om daarvan te genieten. Hè? Dus het is het stukje dat je echt denkt van, oh, ik ben echt bevoorrecht. Ik heb echt een stukje waar ik gewoon zo blij van word en waar ik ook lekker mee aan de gang kan blijven gaan. Want dat is eigenlijk ook de eindkaart die er ligt. Je gaat ook echt kijken naar de toekomst van hoe kan ik dat verder uit gaan zetten. En je voelt je er gewoon eigenlijk heerlijk stabiel bij. En je bent gewoon blij dat je bepaalde keuzes gemaakt hebt. Want dat lijkt zich echt te gaan uitbetalen. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.